Hallo iedereen, welkom bij Big Mama Jo's Vissen en ik ben Big Mama Jo. Leuk dat jullie weer even kijken. We gaan het vandaag even hebben, of wat ik jullie heel graag wilde laten zien, is de Oscars. En wat mij opviel, is eigenlijk dat ze ander gedrag aan het vertonen zijn. En dat betekent dat ze het gevoel hebben dat er eieren gelegd moeten worden. Dus ze zijn wat meer bezig om elkaar uit te dagen. En stenen moeten schoon, zoals je ziet hier rechts. Die steen moet aangeraakt worden. Links zijn ze... Het is fantastisch om te zien. Ze zijn dus ontzettend druk met elkaar eigenlijk uitdagen, verleiden. Goede stenen zoeken, stenen schoonmaken. En... Ja, in deze grote tank leven veel vissen en onder andere dus 8 Oscars. Sorry, 9 Oscars. Ze zijn nog niet allemaal volwassen, dus ze zullen ook echt nog niet allemaal eieren leggen. Ik weet in ieder geval van 1 koppel die eieren legt, of die eieren kunnen leggen. En de rest heeft eigenlijk nog geen eieren. Alle albino's zijn nog te jong. Dan is er nog een oranje, de lichtste oranje die je hiervoor in beeld ziet. Die is ook nog heel erg jong. En eigenlijk die rode die je links onderin ziet. Samen met die rode achter die andere rechts. Die leggen eieren. Maar dat was een koppel, maar ze zijn uiteindelijk gesplitst. Ja, ze hebben eigenlijk allebei interesse in andere Oscars. Dus... We zullen eens zien wat het oplevert. Uiteindelijk zullen de eitjes denk ik niet overleven. Omdat er zoveel vis in dit aquarium zit. Maar het is misschien wel leuk om aan jullie te laten zien wat voor gedrag ze dus vertonen. En ja, deze 5 minuten is een beetje aan de hand daarvan. Dat je kunt zien hoe ze elkaar uitdagen. En dat schuddende gedrag, stenen willen verplaatsen. Dan deze stenen zijn iets wat groot, maar ook deze grote stenen verplaatsen ze hoor. Dat kunnen ze als ze echt een plekje hebben gevonden waarvan ze denken, hier ga ik het nest maken. Dan wordt alles qua planten aan de kant geschoven, echt grote stenen verschoven. Het zijn natuurlijk ook grote vissen. Even kijken, deze vissen zijn bij ons ongeveer... wat zou ik zeggen? De grootste is 30, 35 centimeter groot, denk ik. Dan hebben we nog een kleintje. Ik denk dat de kleinste iets van 20 centimeter is. Maar die komt volgens mij niet in beeld. Want die zit helemaal links achterin, is die ook ergens mee bezig. Oh, hier komt even een drietal blauwhaaien, 1 albino. Die is heel erg ziek geweest en vandaar dat hij een rare staart heeft. Maar ja, wij zijn een vissenopvang. Oh, deze die nu in beeld is. Ik weet niet of jullie het weten, die nu rechts is. De blauwvinhaai, die is ooit aangevallen geweest en was bijna helemaal doormidden. En zoals je ziet, nou, hij doet het fantastisch. Hij heeft veel plezier en... Ja, gaat gewoon als een trein. Ik zal nog eens een 10 wisje deze weetjes maken over Oscars. Nu zie je ook een jaguar cyclide. 2, dat is ook een koppeltje. Er zitten er een x-aantal in ook. Nou ja, goed, in ieder geval, ik hoop dat jullie het filmpje leuk hebben gevonden. Of leuk vinden om te zien hoe Oscars dus... elkaar aan het uitdagen zijn en ik vind het hilarisch. Wij genieten er ontzettend van. En wie weet zie ik jullie weer in een volgend filmpje. Want ik heb nog een paar leuke filmpjes klaarstaan die ik wil uploaden voor jullie. En ja, dat probeer ik eigenlijk zo snel mogelijk te doen. En dan hebben jullie weer van alles om te bekijken. Dus... Iedereen, hele fijne dag. Het is weer lente. En ik zie jullie snel weer. Doei doei!